oprichter en presentator Tim Hofman was afgelopen weekend te gast in Nijmegen. Bij Dekker van der Vecht signeerde hij zijn eerste dichtbundel. Fans stonden tot buiten aan toe te wachten op een handtekening. Ik haal inspiratie uit van alles. Als je een beetje door het boek bladert, zitten er wat flauwe grapjes in. Het gaat over ex-vriendinnen met anorexia, het gaat over dood en depressie, het gaat over lachen, huilen, seks. Gewoon het leven van iemand van mijn leeftijd, twintiger. Mijn ex-vriendin had anorexia en ik had daar last van, fictie. Terwijl jij calorieën telt en weer prevelt van te veel, raakt je geest verder bekneld in wat je lichaam niet meer wil. Werpt een holle blik naar mij, voelt voor beide veel te vol, van honger of verdriet, gezicht uit zicht, zo eist de tol. Ik heb mijn hel aan jou geteld, het was niet meer genoeg, en heb je het gebrek verteld waarop je mij toen vroeg. Ga je bij me weg? Ik zei, ik kan niet meer, ben leeg. Het is niet zozeer jouw gewicht, maar wat je ziekte weegt. Ik weet een paar dingen van Nijmegen. 1. Het is echt een fucking mooie stad. Hele mooie stad. 2. Je hebt hier een huisjesmelker, Emmy van der Tol. Daar moet je geen huis huren. En 3. Er komt een dichter uit Nijmegen, Jordi Lammers. En ik denk dat hij de next big thing is.